Voor een betere doorstroming van het autoverkeer op de A4 worden twee varianten onderzocht. De eerste variant voorziet in een extra rijstrook over het hele traject tussen Burgerveen en de N14 bij Leidschendam-Voorburg. Waar nu drie rijstroken liggen, twee keer drie rijstroken liggen, wordt het twee keer vier rijstroken. Hopen we, hè, dat gaan we onderzoeken. Dat moet ook nog maar blijken of het ook daadwerkelijk overal kan. En daar waar nu twee keer vier rijstroken liggen, zou het kunnen zijn dat het twee keer vijf rijstroken worden. Maar de vraag is of daar wel ruimte voor is. Dat kan zowel in de middenberm, of het grootste deel, en in de zuidkant, zeg maar ter hoogte van de Vlietlanden, tussen Leidschendam en Leiderdorp, aan de buitenkantzijde van de A4. De tweede variant voorziet ook in deze extra rijstrook. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar een betere aansluiting van de in- en uitvoegstrook van de N11 op de A4. In het geval er een extra rijstrook komt, moet er wel een oplossing komen voor het ringvaartaquaduct ter hoogte van Roelof Arendsveen. Ook hier worden twee varianten onderzocht. De ene variant behelst het afbraak van het oude aquaduct en het maken van een nieuw aquaduct, zodat je in het nieuwe aquaduct genoeg ruimte hebt voor vier rijstroken en een vluchtstrook. En de andere variant is om aan de oostzijde van helemaal van de A4 eigenlijk een heel nieuw aquaduct aan te leggen. Waardoor het ook op dat moment goed mogelijk is om daar met vier rijstroken onderdoor te gaan. Het goede nieuws hier is dat minister Cora van Nieuwenhuizen al extra geld heeft toegezegd. We hadden al 50 miljoen, daar heb ik nu 80 miljoen bijgedaan. Zodat we het ook in één keer echt helemaal goed kunnen doen. Zodat we echt aan beide kanten een extra rijstrook kunnen krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst eind dit jaar een voorkeursbesluit worden genomen. Daarna volgt de milieueffectrapportage en als dat allemaal goed is bevonden, het tracébesluit. Het huidige uitgangspunt is dat we zeg maar na 2026, 2028 in orde grootte dat gaan uitvoeren. Maar dat blijft een politieke afweging, daadwerkelijk wanneer de start zal plaatsvinden.